De voetbalvelden van Kwik in Nijmegen waren donderdagochtend gevuld met leerlingen, leraren en ouders. Het Scorenboekproject, dat 9 weken geleden van start ging, is donderdag feestelijk afgesloten met een gezamenlijke sport- en speldag. Luc de Riele van NEC Maatschappelijk vertelt wat het project precies inhoudt. Dit is het fluitsignaal van het project Scorenboek. Het fluitsignaal is bedoeld omdat de kinderen de afgelopen 8 weken veel boeken hebben gelezen. We gaan dadelijk ook bekendmaken hoeveel boeken. En wij willen eigenlijk ze nu een moment geven dat ze lekker kunnen uitrazen. Dus 8 weken lezen is heel goed, is heel ontspannen. Maar het is ook fijn om te bewegen, want dat vinden we ook belangrijk. En dat hoort ook bij het project. Voor de kinderen was het een fijne en leuke manier om meer boeken te lezen. Docenten Melanie van Viegen van de Dromedaris uit Beuningen beschrijft hoe haar leerlingen uit groep 6 het project hebben ontvangen. Ze vonden het heel leuk. Ja, en dan ook de stickers plakken. En vooral ook toen Kees van de bibliotheek in de klas kwam. Toen er ook werd gezegd van het gaat er ook niet om hoeveel boeken jij leest. Maar het gaat erom dat je leest met plezier. Dus dikke boeken tellen misschien wel voor 2. Dus sommige kinderen kwamen al zelf. Oh juf, is het nou 1 sticker of is het nou 2 sticker? En het ook elkaar enthousiast maken over boeken was ontzettend leuk. Een heel groot succes, ja. Ja, en we boeven met het weer voor de spoordag, hè. Dat helemaal leuk. Dit project is in werking gezet om ervoor te zorgen dat kinderen meer gaan lezen. Projectmedewerker van Bibliotheek Gelderland-Zuid, Kees Meulendijks, laat weten wat er bedoeld wordt met het Scorenboekproject. Wij denken als mensen veel lezen, of als kinderen in dit geval veel lezen, dan herontdekken ze het plezier in lezen. Ja, en als ze dat plezier al hebben, dan kunnen ze daar helemaal lekker in door natuurlijk. Wat ik in ieder geval in deze 8 weken heb gezien, is een echte verandering in het leesgedrag van de leerlingen. En dat heb ik teruggekregen van de docenten, maar ik zie het ook als ik de klasse inkom. Dan zijn ze echt goed bezig geweest met de boeken. Ze kunnen er enorm veel over vertellen en het leeft gewoon. Lezen leeft en dat is echt leuk. In totaal hebben alle leerlingen samen 11.646 boeken gelezen.